In november gaan we een prachtig programma spelen. We spelen het vioolconcert van Sibelius en de eerste symfonie van Mahler. En Mahler is voor mij een heel bijzondere componist, omdat het een van de weinigen is die, denk ik, alle emoties die je in je leven tegenkomt in één symfonie verwerkt. Ik heb een hele goede ervaring en goede herinneringen aan de eerste symfonie van Mahler, want het is een van de eerste dingen die ik speelde in mijn carrière. En toen dat tijd was het nog met Ed Spanjaard, die binnenkort onze vaste dirigent wordt. En ik vond dat toen heel erg spannend, omdat het begin heel erg delicaat is. En vooral voor de houtblazers moet je echt tot het uiterste gaan. Bij mij gaan altijd de haren omhoog staan, omdat het zoveel kippenvel oplevert. Het is vaak hele emotionele muziek. En dat doet mij vaak denken aan de tijd dat mijn vader heel ziek was. Ik heb toen heel veel geluisterd naar de symfonieën van Mahler. Omdat ze mij eigenlijk, ja, je raakt door alle emotie een beetje, is het alsof je poriën verstopt raken. En als je dan zo'n Mahler-symfonie opzet, dan gaat alles weer openstaan. En dan, ja, voor mij heeft dat heel erg bijna helend gewerkt. Dus ik voel me heel erg gelukkig dat ik nu weer op het podium deze symfonie mag spelen. En zeker in de samenwerking met het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest.